Henk Lammers. Vanmiddag hebben ze twee kunstenaars hier hebben hun werk gemaakt. Speciaal voor jou eigenlijk, voor jouw Paco Plumtrek. Want wat wil Paco Plumtrek graag? Ze hebben ook wel een beetje het werk voor zichzelf gemaakt, want ze zijn kunstenaar en ze kunnen het niet laten. We zijn bezig met een groot project en dat is de gymzaal. We proberen met man en macht, met de hele stad, proberen we voor elkaar te krijgen dat we met ons podium naar de gymzaal kunnen verhuizen. Dat is best ingewikkeld, want het kost veel geld en het moet allemaal precies kloppen dat het voor iedereen hartstikke leuk gaat worden. Kijk ook nog wat koper aan mijn nek heb. Kijk. Kun je ons iets vertellen wat voor kunstwerk jij gemaakt hebt? Het is een kunstwerk van koper. En het was natuurlijk de bedoeling dat je een kunstwerk in 2 uur zou maken. Dus ik dacht van, ik moet iets maken wat te doen is in 2 uur. En ik dacht van, hé, weet je wat, ik maak een paard van koper. De echte reden waarom ik eigenlijk meedoe is dat we de kunstenaars in deze zware tijd eigenlijk, hè, voor de kunst en voor de cultuur, nou, elkaar gewoon helpen. Dat is voor mij de voornaamste. Kijk, het geld, leuk. Maar een beeldje verkoop ik voor veel meer. Laat ik het zo zeggen. En ook op dit kunstwerk. Laat even de mensen toe. Gedaan. Ze hebben een schilderij gemaakt. En een soort paard heeft Randy van Lingen geconstrueerd. Ja, en die opbrengst gaat naar jullie toe. Ja, de deal is dat we 50-50, de opbrengst 50-50 naar kunstenaars en naar podium Paco Plumtrek gaat. En het idee is dat, omdat het aan een goed doel gebonden is, de opbrengst ook 2 keer zo hoog uitkomt als dat een schilderij of een kunstwerk normaal gesproken op zou brengen. En zo kan de kunstenaar ook weer van het goede doel profiteren. En op deze manier snijdt het mes aan 2 kanten. Dus wil je in aanmerking komen voor even wat details krijgt? Nou, ik heb inderdaad een collage gemaakt. Eerst een achtergrond helemaal met beplakt met behangerslijm. Allemaal kleuren. Maar in ieder geval, dat is een collage techniek. Iedereen kent het wel. Met behangerslijm kun je ook allerlei dingen beplakken. Dus gewoon papier op papier. En daarover weer met schabloon techniek. Zoals wat hier allemaal ligt. Hier zie je wel wat bladwerk en handen en een libelle. Ja, en ook weer een kleine bijdrage voor Paco Plumtrek, toch? Precies, ja. De helft gaat naar Paco. Ja, dat hoorde ik zo even. Nou, hoe was het om dat te mogen doen? Nou ja, sowieso leuk dat je benaderd wordt voor zoiets. En eerst dacht ik van, hoe gaat dat nou met corona? Maar ik voel me vereerd om aan mee te werken. Ja. En dat kan natuurlijk overheen geboden worden. Ja, en ik hoorde ook nog iets over een petitie. Kan ik daar, wat is, wat kan je daarvoor tekenen? Ja, zeker kan je daarvoor tekenen. De petitie die is te zien op onze website www.pacoplumtrek.nl. De petitie die roept op om een handtekening te zetten of om je naam te zetten. En het doel van de petitie is om iedereen in deze stad de neuzen dezelfde kant uit te bewegen om podium Paco Plumtrek en de gymzaal te redden. Oké, dan gaan we 110 voor Aswin, 375 voor Randy. Eenmaal andermaal, wie biedt er meer? Eenmaal andermaal, verkocht!